ben Bo, 20 jaar. Ik ben opgegroeid in Maastricht en ik woon nu net iets langer dan een jaartje in Amsterdam voor mijn studie die ik hier volg. Vertel eens, hoe gaat het met je? Nou, na omstandigheden best goed. Het leven begint nu allemaal weer iets normaler te worden met corona. Dus daar ben ik wel, heel blij om. Heb je wel eens een dipje? Ja, dat kan ik wel zeggen. Daar heb ik af en toe wel last van. Maar gelukkig heb ik wel hele nice mensen om me heen die ik dan gewoon heel even kan opbellen. Waar ik dan even iets mee kan gaan doen. En dan merk ik wel aan mezelf dat ik er dan ook wel heel snel uit ben. Dus het is niet dat ik daar heel lang in blijf hangen. Wat doe je om te veel stress te voorkomen? Ik moet zeggen dat ik stress sowieso niet heel erg ervaar. Ik heb positieve faalangst. Het is daadwerkelijk vastgesteld. Maar als ik echt zoiets heb van het lukt me allemaal even niet meer, dan neem ik heel even tijd voor mezelf. Gewoon heel even alleen, lekker op de bank liggen of ik ga even een rondje wandelen. Of ik ga iets met mijn vriendinnen doen. Dat is ook nog altijd wel natuurlijk een goede afleiding. Heb je een tip? Koester de mensen om je heen. Want dat heb ik wel gemerkt natuurlijk in deze hele coronaperiode. Dat de mensen om me heen het allerbelangrijkste zijn. En je kan inderdaad wel of willen gaan winkelen of naar de bioscoop willen. Maar hè, als je niemand hebt om dat mee samen te doen, is dat een beetje eenzaam. Dus steek daar wel tijd en moeite in. Want dat is wel gewoon een van de belangrijkste dingen die je in het leven hebt eigenlijk. Praat je wel eens met anderen over je gevoel? Ja, dat doe ik zeker. Dat heb ik een hele lange periode heb ik dat niet gedaan. En daar ben ik op een gegeven moment ben ik daar wel tegenaan gelopen. En nu heb ik wel gewoon geleerd dat het goed is om jezelf af en toe ook een beetje kwetsbaar open te stellen. En dat het totaal niet iets negatiefs is, maar waar je juist nog meer kracht en nog meer energie uit kan halen. Hoe is het leven in Amsterdam voor je mentale gezondheid? heftig. Omdat het zo dynamisch is dat je eigenlijk elk moment van de dag wel iets kan doen. Je hebt altijd wel een optie. Je kan eigenlijk altijd wel de verplichte dingen kan je ontvluchten. Dus je moet daar wel sterk voor in je schoenen staan om daar een goede balans in te kunnen vinden. Omdat het anders wel heel intens is. En dat waren ze.